Ik heb de bril van de rector. Die kijkt door de roze bril. Wow, jezus, dat is vaag. Ron. Geen wonder dat het mens zo vaag is. Hé, hey, lieverd, lieverd. Wat? Je anarcho-plan is naar diepe duisternis gevallen, ben ik bang. Wat bedoel je? Nou, je was thuis wel lekker aan het plannen maken. Dat om je anarchisme-project. Ja, ja. Dat project is jouw project niet meer. Mijn project is mijn project niet meer. Nee. Leuk hoor. Ja. Ze hebben het anarchisme-project aan Breukers gegeven. En jij krijgt de autocratieklas. Wat? Maar ik ben anarchisme. Dat weten ze toch? Ik heb 5 jaar geleefd als kraker in Amsterdam. Ik stond vooraan bij studentendemonstraties. Niemand weet meer over anarchisme dan ik. Ja, ik weet het ook niet. Breukers is praktisch autocratie. Ik kon nog... Ik had alles al klaar. Ik heb er de hele vakantie aan gezeten. Ik zou ze meenemen naar alle plaatsen die er te doen. Amsterdam en omstreken, de geschiedenis erbij. En alles wat nu speelt. En wat gaat Breukers ons vertellen over anarchisme? Ik ken de hele scene van het anarchisme in Nederland. Ben overal geweest. Hans, ik zou ze meenemen naar... Robodoc. Ik had hier een hele klas anarchisten afgeleverd die hier midden in dit kastrieken. Net wat we nodig hebben. Wat vrij denken. Out of the box. Het leven als een kunstwerk. Denk is niet aangepast, maar laat jezelf vrij. Laat ze niet autocratie. Autocratie. Die papie heeft gelijk. De directeur heeft gelijk. De leraar heeft gelijk. De rector heeft gelijk. De rector, oké. De sheriff heeft gelijk. De generaal heeft gelijk. De paus heeft gelijk. Amen. Potin heeft gelijk, dank u wel. Oké, jongens, nu weten we het wel. De koning heeft gelijk! Zelfs de koning zelf zou zeggen dat een beetje anarchisme in hun kont het land op gang helpt. Zelf nadenken. Zelf kiezen. Wat mooi is boven wat goed. Geen stilstand. Maar beweging. Oh. Ja, anarchisme doet niet autocratie. Lieverd, misschien kan je Breukers vragen. Breukers? Nou, dat is ook niet eens zo'n slecht idee. Ik kan me voorstellen dat hij zo'n heel blok anarchisme niet gaat trekken. Ik weet zijn voornaam niet eens. Leerlingen zeggen ook altijd maar Breukers. Dat klinkt dan meestal als... Breukers! Weet jij dat? Nou, ik dacht dat het... Hij heet Wim. Ga het maar vragen dan. Kom op, je kan het. Gewoon vragen. Kom op, ja. Ga maar. Wie? Wim? Ah, collega Jansen. Ja. Waarmee kan ik u vanuit mijn verantwoordelijkheid van dienst zijn? Nou, je weet dat anarchisme natuurlijk helemaal mijn ding is. Uw ding? Ja. Het is het ding. Ja. U bedoelt dat u vanuit uw persoonlijke levenservaring affiniteit heeft met de historische beweging van het anarchisme. U heeft natuurlijk Domela Nieuwenhuis gekend. Ook met hem geknikkerd nog. Ja, Domela ken ik wel. In de scene circuleren die boekjes nog steeds. U gaat me natuurlijk niet vertellen dat u met zo'n boekje uw leerlingen wilt gaan bezighouden. Je moet eigenlijk in het onderwijs, en zeker waar het de beschrijving van de historie betreft, bijzonder goed weten wat je gebruikt, waarom je het gebruikt, wat het doel is waarmee je het gebruikt. Alles heeft een doel. En zo'n boekje, ja, dat is het natuurlijk niet. Hè. Excellentie, daar gaat het om. Ja, maar... Met het anarchisme
had ik meteen allemaal inleefbare plaatsen en voorbeelden om naartoe te gaan. Mooi. Nou ja, autocratie, dat ligt me nou toch net iets minder. Ja, of eigenlijk zegt u, ik kan het niet. Maar vanuit uw professie, ja, u wordt verondersteld een professional te zijn. En u moet op elk gebied in uw hele vakgebied, moet u op elk onderwerp toch een lessenserie kunnen maken. En iets interessants kunnen maken voor uw leerlingen. En volgens mij is een les iets wat je moet beleven. Het moet echt zijn. Juist. En aan mijn leerlingen zie ik dat dat werkt. Maar over die ruil. Denkt u dat het mogelijk is om van het project te ruilen? Of het mogelijk is? Ja, ik denk wel dat het mogelijk is. Maar ja, alleen maar iets doen omdat het mogelijk is, dat is toch wel een slechte reden. Een betere vraag zou zijn of het nodig is. En ik moet eerlijk zeggen dat ik tot nu toe nog niet heb begrepen waarom het nodig zou moeten zijn. Nee, net zoals ik overigens van uw alternatieve lesvormen nog nooit zoveel nut gezien heb. Maar ja, goed, dat is weer wat anders. Maar ik denk eigenlijk, als ik eens goed nadenk, dat het in het kader van uw professionele ontwikkeling goed zou zijn als u dat eens als een uitdaging op zou pakken. Ja? Ga ervoor. Doe er iets mee. Ik wens u heel veel succes. Laat het maar vooral zo laten. En als u nog een keer een vraag heeft, kom gerust. Wim, je hebt helemaal gelijk. Wat matigt hij zich aan, dat jonge broekie. Kijk hem nou met zijn piercing. En hij komt dan hier als communist, mislukte communist, dat systeem een beetje hier verkondigen. Nou, dan heb je van je vak toch helemaal niks begrepen. En van het leven helemaal niet. Waar die jongen in de weekenden uithangt, dat is volgens mij allemaal illegaal. Hoe komt zo'n jongen aan een bewijs van goed gedrag? Wat er hier op school allemaal binnenkomt, Wim. Als ouders dat is het. Trek het je niet aan, man. Die dino's die stellen vanzelf uit. Laat zien dat jij de beste bent, man. Ja, maar autocratie, hoe ga ik dat aanpakken? De stof levend maken, Ron. Echt, werkelijk maken. Autocratie met piercings. Lievert, ga het gewoon de rector vragen. Hey, succes, ik ga pas naar mijn les. De rector. Anne. Hey, Ron. Anne. Had jij hem gevonden? Ik was hem al even kwijt. Ja, ik wil wou... Wil je me spreken? Ja, ik ja. Wou wat vragen. Ja, Ron, ik begrijp waarover je het wil hebben. Maar Ron, kijk. Stel dat een docent een manier vindt om de stof over te brengen. En het is ook nog eens succesvol. Dan ja. Moet je daarvoor gaan. Dat vind ja. Ik dus best kunnen. Ja, oh, dus... Ja, dus, ja nee, wacht. Want elke verandering is een vernieuwing. Innovatie, ja. Innovatie is een verbetering, is goed voor de school. Precies. Ja, dus eigenlijk Ron, verwacht ik de komende tijd dat ik iets terugzie bij de leerlingen. Ja. Ja, maar ik moet nu naar mijn vergadering, dus ja. We houden het hierbij. En Ron, jij bepaalt de grenzen. Maar, Ron, dus... Hè, jij bepaalt de grenzen. Forget your books, you know you gotta learn to code. Teacher tells you not to play and get on with your work. And be like Johnny Too Good. Don't you know he never shirks? He's coming along.
Autocratie. Want dat jullie allemaal hebben ingeschreven voor mijn project Autocratie. Abrikaten. Jullie weten allemaal wel misschien dat het niet helemaal mijn ding is. Maar ik hoop toch dat we er samen iets... Oké, Daan, lever maar in. Wat zeg je, Ron? Je telefoon, smartphone, gsm, moet je dat ding ook noemen. Lever maar in. Ik heb er gewoon niks. Je zit natuurlijk voor de lol naar je gulp te glimlachen. Inlever in die handel. Maar iedereen doet het toch? Oh, en daarom moet jij het ook maar doen. Dat is een interessant begin van deze les autocratie. Het is maar wat je interessant vindt. Wat zeg je, Willemijn? Nou, altijd maar die Tweede Wereldoorlog en altijd maar die wijze lessen. Maak je eigen keuze. Het is wel iets achter de groep maar. Hey, weet je, Ron, het is net een komertijd. Kom, laten we die uit de treurenhaalde wereldoorlog nog een keer herhalen. En nog een keer, 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 en nog een keer. En dat al 5 jaar lang, Ron. 5 jaar lang. Ja, zo'n overdosis Hitler wens je niemand. Oké. Timo, ga maar weer even zitten. Ik zal jullie vertellen dat manipulatie vandaag de dag nog steeds een belangrijk onderwerp is. Manipulatie, lieveling. Zal ik het je zo nog een keertje uitleggen? Oh, Leffie en Beffie. Jullie kunnen ook echt niks alleen. Jongens, rustig maar. Seppi, zeg het eens. Kunt u een voorbeeld geven van een hedendaagse manipulatie? Kijk hoe jullie erbij zitten. Allemaal druk bezig, continu bereikbaar, contacten over de hele wereld. Geobsedeerd bezig met zo'n klein apparaatje. Wat wil je zeggen dat we hem weg moeten doen? Er is maar één manier waarop ik dit lokaal binnenkom zonder mobiel. En dat is tussen 6 plankjes. Hey, Elsemiek, als jij dan toch een tuintje op je buik hebt, mag ik dan misschien een nieuwe iPhone voor je hebben? Leuk geprobeerd, Larissa, maar je krijgt hem niet. Verwendnest. Wat? Ze zei verwendnest. Hey, laat het even gezellig houden, hè? Larissa kan er toch ook niet aan doen dat ze geen gloednieuwe iPhone 5 heeft. Ronnie, kun je verder gaan? Ik denk niet dat dat nog een optie is, Manuela. Simon hier nog steeds niet is opgewassen tegen de geestelijke activiteit die nodig is om eens in de zoveel tijd eens op te letten. Zo is het de hele tijd op. Oké, jongens, zo is het genoeg. Ik zal het... Meneer leraar, ik heb een vraag. Kom maar op met die vraag. Denkt u dat die hedendaagse manipulatie kan leiden tot nog zoiets als de Tweede Wereldoorlog? Als je zoiets wilt voorkomen, is het essentieel om te geloven in de liefde. Kijk maar naar mij en Mandy. Hebben jullie ons ooit ruzies te maken? Bewaar dat gezwijmel maar voor tijdens de pauze, Jacco. Precies. Maar om nog eens even in te gaan op de vraag die mij net gesteld werd. Ja, ik denk zeker dat het mogelijk is dat er ooit nog eens iets zoals dit kan gebeuren. Groepsvorming en conflicten zijn van alle... Bla, bla, bla. Lekkere les, Jansen. We zijn flink opgeschoten. Kan ik niet gewoon gaan? Ja, precies. Heb nog tijd voor de selfie. Ik vind dat je daar een goed punt hebt, hoor. Interessant om je af te vragen hoe een dictatoriaal regime bij ons uit zou zien. Sepp, hou je klaar. Dat waren precies mijn gedachten, Sepp. Maar meneer, iets als in de Tweede Wereldoorlog kan toch niet meer gebeuren? Ik bedoel, toen had ze last van armoede en er was behoefte aan een grote leider. Volgens mij zijn er nog steeds wel mensen die last hebben van armoede. Leon, waar is mijn rust? Jullie vergeten dat jullie ook gemanipuleerd worden. Door social media, Twitter, Facebook, WhatsApp. Door het proces van erbij willen horen. Wat een onzin. Ik gemanipuleerd. Laat me niet lachen. Niet te snel oordelen, meiden. Ook jullie willen bij de groep horen. Net als iedereen hier. Ron, je punt is niet helemaal juist. De enige waar ik bij wil horen is bij mijn jakkels. Heb je misschien een teltje? Jongens en meiden, goed gewerkt. Ik zie jullie nog meer. I'm gonna fight them all. The Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip me out, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I
Dit is Ron. Ron is mijn vriend, al sinds onze studententijd. Geschiedenis was ons hoofdvak. We waren rebels en reactionair. En hij is dat nog steeds trouwens. Waar ik het kraken en staken zag als een spectaculair avontuur, was het voor hem een levensovertuiging waarin hij helemaal opging. En dat drong tot me door toen hij het kraken steken levensgroot op zijn rug liet tatoeëren. Zo. Ik schrok me kapot. Ik bewonderde dan hem wel om de passie die hij had voor de beweging. Maar eerlijk gezegd begreep ik er helemaal niks van. En ja, buiten Amsterdam, er zijn toch huizen genoeg? Zou je zeggen. Hij trok ook de mooiste meisjes aan, met zijn bravoure. En ja, daar profiteerde ik van. Want wat hij liet liggen, dat raapte ik op. Hanna. Ook zo'n meisje die hij kent uit de zee. Liefert, hoe was het op school? Hey schat, goede start. Ja? Mooi, gelukkig. Echte liefde. Hij woont in een mum van tijd bij haar op haar woonboot. Ja, volgens mij is Hanna er net zo jaloers op als ik. Dat Ron zo populair is bij die kinderen. Maar ja, zij geen wiskunde. Daar scoor je sowieso niet mee. Nee, dan ik. Ik ben ook veel te serieus. Het is voor die kinderen ook niet leuk. Ron, altijd in voor een grap. Nooit een normale les. Nou, als ik dat doe, wordt het een teringzooi in mijn lokaal. Ha, hey Hans. Is goed? Ja, met jou? Ja, goed. Mooi. Hey, stilstand, maar beweging. Toen ik die Ron Jansen voor het eerst ontmoette, had ik zo'n vreemde ervaring met hem. Hij gaf me geen eens een hand toen ik me voorstelde en vroeg of hij in de onderbouw les ging geven of in de bovenbouw. Doet dat er iets toe? Zei hij. In uw beoordeling. En hij draaide zich zo om naar die vriend van hem. Hans. Van Slochteren. De slachter noemen ze hem. Ha! Hanna had ze allebei aangeprezen bij de directie voor de vacature geschiedenis. Later begreep ik dat ze zich bij die Ron ophoudt in haar woonboot. Nou, dan weet je het wel, hè? Ja, mijn hand die in het luchtledige bleef zweven, haalde ik door mijn haar om een houding te geven. De brutaliteit van zo'n broekje. Zag ik Wim Breukers in een hoekje vals zitten lachen na me. Had alles gezien en gehoord. Verschrikkelijke man. Enfin, ik heb die Ron Jansen daarna natuurlijk nooit meer aangekeken, maar ik zag wel tot mijn afgrijzen dat zijn populariteit bij de leerlingen met de dag groeide. Hoge cijfers halen ze ook bij hem. Ja, maar dat is makkelijk te regelen hoor. Mijn mentorleerlingen hebben dit jaar les van hem. Ik voel hoe de onrust groeit. Er zijn ook al ouders geweest bij me die klagen over dat project van hem. Ik heb ze zijn telefoonnummer gegeven. Ik zei, bel hem maar. Ja, hij belt nooit terug. En terugmailen naar ouders heeft hij ook nog nooit gehoord. Nee, die gaat gewoon zijn eigen gang. Arrogante lul! Excuseer hem op. Okay. Shipping around, kick my brain.
never ends round the floor. These are the times, never ends but a pause. It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Tomorrow gets me higher. I'm away from it all like a blind man. Set on a fence, but it don't work. Armoede is wel goed, maar niet algemeen genoeg. Jullie denken in de goede richting, maar iets te diep. Wat heeft elke autocratie, elke dictatuur? Ja, een leider natuurlijk. Ein Führer! Ein Führer is wel wat zwaar beladen, maar je hebt wel gelijk. Binnen een autocratie kent men één persoon die alle macht heeft. Hoe komt het nou dat hij alle macht heeft? Moet wel een goede gast zijn. Iemand die het volk begrijpt. Precies. Charisma heet dat. De X-factor. Stel, wij zijn een autocratie en we zouden zo'n leider moeten aanstellen. Wie zou dat dan volgens jullie zijn? Nou, daar lijkt op zich best geschikt. Als leraar en zo, weet je wel, van dit project en zo. Ik? Dat kan. Maar wil je dan achter een leraar aanlopen? Dat doe je toch al de hele dag? Iemand anders misschien? Een leerling? Ik natuurlijk! Nee, doe maar niet. Niemand verder? Geen suggesties meer? Goed. Ik dus. Wat ben je van plan, Ronnie? Een leider spreken we over het algemeen aan met u. Tegen bijvoorbeeld Mark Rutte zeg je ook niet. Hé, hey, Markie, wat ga je doen dan? Nee, dan zeg je, meneer Rutte, wat bent u van plan? Dus vanaf nu zouden jullie u en meneer Jansen tegen mij zeggen. Meneer Jansen. Ga allemaal eens recht op zitten. En wacht. Jacco, ik weet dat je moe bent na je bokstraining, maar ga ook even recht op zitten. Adem eens diep in. En uit.
is beter, Ronnie. Wat hadden we nou net afgesproken? Het is beter, meneer Jansen. Eigenlijk wil ik dat je gaat staan als je de beurt krijgt. Oh. En dan een kort maar krachtig antwoord geeft. Iets waar je over hebt nagedacht. Dan kun je letterlijk en figuurlijk staan voor wat je zegt. Snap je? Weet je wat? Ga allemaal eens even staan. Om te voelen dat je zekerder en steviger staat. Allemaal staan. Zo. Oké, adem allemaal eens diep in. En uit. En in. En uit. En in. En uit. En hoe voelt dat? Goed, meneer Jansen! Jullie leren snel. Sorry hoor. Maar ik heb niet zoveel zin in dit gedoe. Stoer. Dan ga je toch weg. Geen probleem. Even voor de duidelijkheid. Ik dwing niemand. En alles gaat hier vrijwillig. Dus als je iets niet wilt, dan ga je weg. Oké. Dan ga ik weg. Timo, Daan, komen jullie? Ik heb best een goed cijfer nodig. Daan? Dat goede cijfer en zo. Ja, dan niet. Meneer, gaat dit niet een beetje ver? Goed gewerkt allemaal. Ik zie jullie morgen weer. Hey, later, meneer Jansen. Meneer Jansen. Zo, Timo. Ik zie jullie volgende keer. Meneer Jansen. My cold hearted child, tell me how you feel. Shadows on the hill. By my cold hearted child, tell me where it all falls. Tell me where it all falls. Oh, this apathy you feel will make a fool of us all. Become what I deserve.
become what I deserve. Beter kunnen. Na pas 3 jaar training, hè? Hoe gaat het eigenlijk met jouw boksen, jongen? Ja, bij mij gaat het goed. Ik ben in topconditie, ik ben een korte wedstrijd, dus ik moet zo kunnen winnen. Kijk, jongen, zo mag ik het horen. Jacco, kom je mee naar boven? Nou, Mandy, ik wil ook wel even wat tijd doorbrengen met mijn aanstaande schoonzoon. Stiefschoonzoon. Ik vind het eigenlijk ook wel gezellig. Het is wel anders dan bij mij thuis, weet je wel? Ja, met die bezorgde moeder van jou moet je natuurlijk wel... Zil, kom jij eens even bij ons, schat. Ja, Jacco, even serieus. Hoe gaat het eigenlijk met je moeder? Ja, hetzelfde, hè. Elke avond dronken thuis met een vreemde man. Volgende ochtend weer verdwenen. Ja, dat mens houdt gewoon van het leven. Nou, Zil, even dim alsjeblieft. Ja, even serieus blijven. Maar, Jacco, kom je nou? Ja, ik kom. Oké, is goed. Doeg. Zil, we zijn weer even alleen. Dat is er alweer even geleden. Gisteren? Zeg Leon, heb jij spijt dat je bent weggegaan? Weg bij die neurtjes? Echt niet? Doe er niet aan mee. Ja, ik heb het cijfer hard nodig. Mijn ouders vermoorden me als ik niet open ga, hè? Mijn ouders kunnen de pot op. Ik heb geen zin in die poppenkast. Nou, ik vind het anders best leuk hoor. Meneer Jans maakt dus echt één hechtige kom. Zelfs Patrick doet mee. Des te meer reden om eruit te stappen. Geef eens een nieuw blikje. Ja, je kan wel één ding zeggen. Het is sowieso beter dan de les van Breukers. Nee. Scheidlul is dat. Bij Breukers hoef ik tenminste niet op te staan als ik wat wil zeggen. De Jansen voelt zich net een god. Iedereen een beetje commanderen. Daar heb ik geen zin in. Ja, dan toch niet, jongen. Dan ga je toch lekker terug naar die criminele vriendjes van je, hè? Jongen. Zou maar oppassen met wat je zegt. Anders kan je die ritjes naar school wel vergeten. Bing, schat, hoe was je dag vandaag? Wimpy, ik vroeg je wat. Hoe was het op je werk? Ja. Ja, Wim, als ik nou even je aandacht mag, ik vraag het nou voor de derde keer. Hoe was het vandaag op je werk? Oh, zo'n dag, hè? Weet je, die Jansen, die heeft toch echt nergens verstand van. Die weet echt niet wat onderwijs is. Leerlingen snappen hem niet, hij snapt de leerlingen niet, hij weet niet waar hij het over heeft. Typisch zo'n saaienstromer, weet je wel. Maar tijd is er gewoon eens een keer een fatsoenlijke docent aanstellen daar. Nou ja, ik vind het totaal ook geen goed voorbeeld voor onze kinderen. Wat vind jij eigenlijk van een Patrick? Het is echt heel gaaf. Meneer Jansen maakt dus echt een groep. We zijn een hechte eenheid. We doen allemaal mee en hij liet ons rechtop zitten en staan als je praat. En ook kort en krachtig antwoord geven. Dat is heel handig als je later op de universiteit moet je ook kort en krachtig, of voor het onderzoek moet je kort en krachtig antwoord kunnen geven. Ja, weet je, als je daar dan eens mee begint.
Carla hier? Man, je bent de hele tijd in gesprek. Wat? Gaat die deal door? Oh, geweldig. Helemaal top. Oh, heerlijk. Ja, super. Maar, ja, als je even kijkt, het is nu 6:00, hè. Ik zit te dineren. En dat betekent wel quality time voor mijn Patrick en Wim. We bespreken dan de hoogtepunten dag. Echt heel gezellig. Ja, dus super dat de deal doorgaat. Niet meer bellen. Spreek je morgen. Dag Freek. Patrick, wil je nog wat spruiten? Ja. Ja? Wat nou ja? Je moeder stelt toch een fatsoenlijke vraag, dan kun je toch wel even behoorlijk antwoord geven. Dat ellendige, langlendige gedoe van die jeugd tegenwoordig, dat ongeïnteresseerde... Kom op! Ja! Kom aan! Nou? Ja, graag, moeder. Kijk! We'll be right back.
gesproken. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, meneer Jansen. Jullie zien dit dus als een grapje. Ja. Iedereen weer opstaan. Kom op. Goed, en nu allemaal in de maat marcheren. Waar is dat dan weer voor nodig? Voor het saamhorigheidsgevoel. Kom op, de team spirit. In de maat lopen. Lang nog? Nou, totdat we allemaal in de maat lopen. Ik denk dat we het nou wel door hebben hoor. Ja. Volgens mij niet. Maar weet je wat de andere reden is dat we dit doen? In het lokaal hier onder ons zit mijn collega Breukers. En willen we meer of minder leerlingen bij Breukers? Minder! Gaan we regelen. We gaan verder. Dit kan niet hoor. Ik wil het over groepen hebben. Waar herken je een groep in één oogopslag? Kleding, meneer Jansen. Zo. Zo. Ja. Je wist al wat ik wou gaan vragen. Ja, ik bedoel, u had het ook. Ja. Maar het is wel waar. Kleding. Uniform. Dat zou ik echt nooit gaan dragen. Zo. Nou, het heeft wel zijn voordelen hoor. Sociale verschillen worden wel minder. Ja, ja, maar ook je individualiteit. Ja. Daarvoor is het ook een groep. Meneer Jansen, ik heb gehoord dat de regering erover denkt het schooluniform in te stellen. Is dat volgens jullie zinvol? Nou ja, ik denk het wel, maar het moet wel voor iedereen betaalbaar blijven. Wat nou als wij ook een soort uniform gaan dragen? Ja, dat gaat dus veel te ver. Sorry jongens, maar ik vind het echt te ver gaan. Dat doe ik niet aan mee. Overdrijf niet een beetje. Meneer, zijn uniformen inderdaad niet een beetje fascistisch? Nou, ik bedoel niet een echt uniform zoals militairen. In winkels dragen mensen toch ook een soort uniform? Jij draagt toch ook een soort uniform, waardoor je bij een groep hoort? Nee, ik bedoel eerder iets simpels. Een dresscode. Een witte blouse. En een spijkerbroek. Dat heeft bijna iedereen. Meneer Jansen, ik heb geen witte blouse. Ik ook niet. Meneer Jansen, ik heb er meerdere. Ik zal ze morgen meenemen. Dat is de goede team spirit, Elsa Mieke. Heel goed. Sorry hoor, maar ik ga echt geen witte blouse dragen. Ik vind het wel leuk. Net alsof we een echte groep zijn, toch? Ja, precies. Dit is maar een schoolproject. Ik doe het niet. Ah, jij bent zeker gewoon weer bang dat witje niet staat, hè? Lekker. Mijn meneer Jansen, ik wil u even spreken. Jongens, pak je spullen maar. We gaan morgen verder. Vergeet de kleding niet, hè. Nee, dat is goed. Ga de douches halen. Ja, collega Breukers. Wat was dat allemaal? Gewoon een oefening. Gewoon? Een oefening. Mijn leerlingen klagen over het feit dat ze zich niet kunnen concentreren in mijn les. Gewoon een oefening. Pardon? Ja, zouden wij... Nou, misschien staan wij even met elkaar te praten. Kan ik helpen? Zou het kunnen dat wij nog naar uw les veranderen? En het liefst vandaag nog? Ja. Ja, zo gaat dat natuurlijk niet. Rector. Dat zou geregeld kunnen worden, collega Breukers. Jullie bekijken het allemaal maar. Nee. Gaan we naar huis. Kunnen jullie morgen instromen? Oké. Okay. Ron, kom eens. Anne. Ron, ik vind dat je goed bezig bent. Dankjewel. Excellent eigenlijk wel. Het brengt ook weer wat leven in de brouwerij. Leuk. Maar zou het woord wat zachter kunnen, want ik krijg wat klachten. Oké, okay. Ja, ik zal erop letten. Dankjewel, Ron. Bedankt. Ja. Ja.
Maar laten we verder gaan met het idee van de groep.
Klinkt zo raar om de hele tijd de groep te zeggen. Kunnen we het geen naam geven? Ja, maar wel een originele naam. Iets als saaier. Goed plan. Wie heeft het idee? De schapen. Het centrum? Nou, wat dacht je van de organisatie? Ja, we zijn toch geen maffia? Ja. Wat dacht je van het plan? Op zich een goed idee. Maar dan moet het Engels, want Engels klinkt beter, dus dan komen we uit op The Flame. Ja, dat is wel beter. Ja. Verder nog iemand ideeën? Niemand? Goed, dan wordt het dus The Flame. Nou, jongens, wat was er nou mis met de schapen? Moeten we niet ook een logo hebben? Alleen een naam is zo... Saai. Wie kan hem goed tekenen? Tino! Hij had altijd de hoogste cijfers in de klas. En hij maakt altijd graffiti en zo. Jazeker. Ik vind het best, maar wat willen we dan? Alleen een naam... Naam met logo. Wat jij wilt. Ja. Okay, ja. Als jij klaar bent, dan druk ik het logo op buttons. Dan druk ik het apparaat. En stickers. Jelle, jij snijdt het zeker. Maar het allerergste vond ik dat
uitgerekend Jacco voor haar viel. De leukste jongen van de klas. Maar laatst hoorde ik ze ruzie maken over de kleding op de fiets. Jacco vond het raar dat Mandy geen wit overhemd aan had. Nou, maar Mandy is niet zo'n volger. Mandy is onafhankelijk. En ook onuitstaanbaar. Nou, ik bewonder haar er ook wel weer door, weet je. Haar populariteit straalde ook een beetje op mij af. Daarom wilde ik altijd bij haar in de buurt zijn. En een leuke bijkomstigheid is nu het wat minder gaat tussen die twee, dat Jacco me wat meer ziet staan. Weet je, ik denk dat ik hem wel kan troosten. Hij verdient een meisje die alles met hem meegaat. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zal hem wat voorzichtig duidelijk maken op het feest. Ik zie mezelf al dansen in zijn armen. Moet ik eerst mijn haar nog doen? Kan echt niet zonder energiedrank. Ik heb laatst zelfs een hele voorraad opgekocht. Van iemand die het kwijt moest. Ha! Was gestolen natuurlijk. Scheelde mij een hoop geld. Sukkels. Over het algemeen zijn mensen sukkels. En die klasgenoten van mij in het bijzonder. Dat ze zo'n idioot als Jans achterna lopen. En zelfs Daan. Dat alleen maar voor een goed cijfer. Maar ja, dat haal ik op een andere manier wel weer. Desnoods met behulp van wat smeergeld. Voor een tientje maakt Patrick wel even een werkstuk voor me. Die leest zelfs boeken, joh. Laatst heeft hij een recensie voor me geschreven. Een blikje van dit hem, een beetje aardig doen en het zit wel goed. Oersukkel aller tijden. Die zit echt in het hol van Jans, hè? Laatst liet Jansen zijn bordstift vallen. En Patrick, die komt van achteruit de klas opdraven om hem op te rapen. Hij doet alsof Jansen een god is. En iedereen gaat erin mee. Het schijnt trouwens dat er alleen maar followers van de Flame naar dat feestje mogen komen. Nou ja, ik laat me echt niet tegenhouden. Ik trommel wel wat vriendjes op. Jody, Melissa, Rico. Om dat feestje een beetje op te vrolijken. Zin in! Leuke muziek, hè? Ja.
Jacco, je lijkt zo afwezig, man. Ja, ik weet niet hoor. Hier zo zonder Mandy. Ik voel toch een beetje als verraad dat ik hier ben en zij thuis zit. Wat vind jij? Had ik waardig moeten blijven? Nee joh, je hebt toch nu ons de flame. Ja, dat is zo. Ik denk dat Mandy gewoon niet begrijpt dat ik me ook voor andere dingen wil inzetten dan alleen haar. Weet je, ik begrijp je helemaal. Kom, we gaan dansen. Oké, Dani had gelijk. Die Daphne behoort tot de selecte groep van meisjes die niet valt van mijn charmes. De lesbiennes. Maar dan kan ze altijd nog proberen bij Carlijn. Heerlijk meisje. Gast, Carlijn heeft al 4 jaar een relatie. Alles kan kapot aan. Alles kan kapot aan. Hey, Lummel, laat je me nog langs. Helaas, het is een gesloten feestje. Maar... Nou, hè? Sorry, alleen de flam komt erin. Je maakt gast, dat kan gewoon. Wacht even. Ben jij niet het broertje van die bitch, Mandy? Ja, ze is inderdaad een bitch. Mag ik je nou langs, alsjeblieft? Sorry, man, ik heb het zo graag op de brug naar binnen kant, laten. Ik heb als je nou... Ah, probleem, kleintje. Hè? Dan is ze klootzakje niet naar binnen laten. Het is een gesloten feestje, maar alleen de flam komt erin. Dan hou ik jullie van kijken. Ik wil ook naar binnen. Nico, zorg dat we naar binnen komen, alsjeblieft. Ja, hè? Wat is het nou voor kinderachtig gedoe met je witte bloesje? Denk je dat je beter bent dan wij, hè? Met je fucking flame? Doe niet zo belachelijk. Ja, eikel. Jij denkt dat je heel wat bent, hè? Nu je staat in dat schattige witte bloesje van je. Nou, ik dacht dat niet, sukkel. Het is zo gezellig hier, hè? Zo gezellig! Ja! Hey! Laat hem eens met rust. Ja, oppiepen. Nou, niet zo boos. We kwamen alleen maar even langs op jullie gezellige feestje. Ja, rustig aan. Wij gaan wel weer. Doe dat. Voor dit prachtige feest. Ja. En dan heb ik nog een mededeling. Zoals we weten zal Jacco aanstaande zaterdag boksen. Jacco zal strijden in de naam van de flame. En de vijand zal de macht van de flame voelen. Ja, dat was het wel denk ik. Ja, geniet nu maar van je feest en ga vooral dingen doen waar je morgenochtend, ja, aardig wat spijt van krijgt. Ik heb alleen nog één vraag. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!
jammer dat je niet op het feest was. Je weet niet. Ik wist wel blij dat ik er niet was. Volgens mij was het alleen maar een pretbederver geweest voor jullie twee. Daar heb je het over. Het is wel heel gezellig op dat feest, hè? Doe niet alsof ik gek ben. Dat ik er niet was, betekent niet dat ik niet weet wat er gebeurd is tussen jou en Jacco. Wie heeft je dat verteld? Bobby, een nieuwsgierige klier eerste klas. Hij vindt ze weg wel als hij zijn zin niet krijgt. Niets te zeggen. Het was maar dansen hoor, zo wel stelde het niet voor. Het was maar dansen? Ik heb zomaar het gevoel alsof er wat meer gebeurd is dan dansen. Dus jij was er niet bij? Jij was al die tijd alleen maar met jezelf bezig? Jij bent met mijn vriendje aan het flikvlooien omdat ik alleen maar met mezelf bezig ben. Hou toch op! Ik heb je nooit willen kwetsen, lieverd. Nou, dat heb je dus mooi wel gedaan. Allemaal door de flim. Kijk nou wat het heeft aangericht. Niets gezelligheid, groepsgevoel, samenhorigheid. Kijk maar naar ons twee. Kijk maar naar mij en Jacco. Het heeft alleen maar schade aangericht en als het niet gestopt zou worden, dan zal het nog meer kapot maken. Het heeft schade aangericht, ja, en jou, ja. En weet je waarom? Omdat jij niet gewoon gezellig wou meedoen. Omdat jij je verzet tegen de flame. Als jij gewoon had meegedaan, was er niks aan de hand voor geweest. Het verbaast me zo niks dat ik jou heb schade aangericht. Dus nu is het mijn schuld. Jullie hebben je gewoon tegen mij zitten samenspannen. Helemaal niet! Ondanks dat jij eigenwijs gedrag vertoonde, ben ik gewoon jouw vriendin gebleven. Ach, je bent gewoon mijn vriendin gebleven. Ja. Nou, dat had je dan wel iets duidelijker mogen maken. Op dit moment zie ik echt alles behalve een vriendin in jou. Echt, ik wil niets meer met je te maken hebben. Prima. Andy, wat is er aan de hand? Goh, je zou toch zeggen dat jij dat hoort te weten. Hoezo? Jacco, vertel me nou eens eerlijk. Wat hebben jullie twee gedaan op dat feest? Nou, gewoon. We hebben gedanst. Alleen gedanst. En waarom? Nou, gewoon. Het was gezellig. Iedereen was toch aan het dansen. Daarbij is jij gewoon eens meegegaan, hadden we het gezellig gehad met z'n tweeën en was er niks aan de hand. Jij gaat wel met een groep waar ik niet bij wil horen. Je zou mijn keuze moeten respecteren in plaats van achter mijn rug om te gaan flikvlooien met Manuela. Ja, dus? Jij bepaalt mijn leven toch niet? Je was er helemaal niet bij, dus heb je er niks om over te zeggen. Door het was een gedoe van. Je bouw je muur om je heen. Mee iedereen buiten sluit. Daar heb ik ook genoeg van. Als je mij de schuld gaat geven van die rotzooi die de flame aanricht, doet het voor mij niet meer. Mandy, wacht nou. Mandy! Ach, het leven zit ook niet mee, hè? Ja. Misschien trek je een ijsje? Helpt ze garandeerd tegen liefdesverdriet. Ja. Nee, dank je. Ik ben blut. Blut. Ik ga je vrienden geen ijsje aanbieden en dan vervolgens geld voor vragen. Kom op, pak aan, gast. Nee, ik weg niet. Dan niet. Gemiste kans, jongens. Gratis ijsje! IJsje! Kom maar! Ja, oké. Okay. Ja, ik heb geen trek in ijsjes. Als ze toch gratis zijn... Geef mij dan maar eentje. En Jody hier natuurlijk ook een ijsje. Jullie hebben toch helemaal geen ijs nodig om het ijs te breken? Ja. Deze ijsjes zijn bestemd voor mensen van de flame. Niet voor dorstige bontkraag bitches zoals jullie. Timo, doe niet zo flauw. Als ze er heel graag geen wilt, mag ze er wel een hoor. €5 lijkt me een prima deal. Of sluit je aan natuurlijk. Ja. Zo'n wit bloesje staat je vast prachtig. Ik heb al helemaal geen trek meer. Melissa, kom, we gaan. We hebben alweer veel te lang met deze bitchhandige bloesjes. Maar dan toch gaan. Niet, hè, Blok. Gratis ijsjes, kom maar halen. Ijsjes, wat een vlees, komt u maar. Lekker. Wil jij geen ijs? Ja, oké. Okay. Jongens, eens kijken. Het logo van de flame zit op de kerktoren. Helemaal bovenin. Wat? Jongens, ik heb ook niet. Jongens, wat is dit? Deze man. Maar jongens, dat is toch hartstikke gevaarlijk? Ja, dat is toch wel een goeie. Ik ben gewoon trots op ons logo hoor. Vind je het heel gek? Je hebt hem zelf gemaakt. Ja. Nou hè, het is gewoon vet dat we ons eigen logo hebben, eigen blouses, eigen naam. Niks mis mee. Nou. Toch heb ik nog het gevoel alsof er iets mist. Iets waar iedereen ons gelijk aan kan herkennen. Gast, ze hebben onze witte overhemden toch al? Ja, ik bedoel iets anders. Iets als een beweging of zo. Een soort van groet of zo? Ja, precies. Zoals Hitler ook had, gaat het een beetje te ver. Ja, maar ook andere grote en krachtige groepen hebben er een. Ja. Zoals de West Coast. En de van Willem. Nee, van Willem. Precies, juist. En de Peace van de Hippies. En de Blood. En de Blood heb je ook natuurlijk nog. En oké, okay, wacht. Maar ik ga je geen surfdansje doen of zo hoor. Zo. Nee, oké. Okay. Het moet kort zijn, kort, krachtig, maar indrukwekkend. Ja. Iets dat met vuur te maken heeft. Wat dacht je van dit? Ja. Nog een keer. En een stam. Nee, dit.
Woesh. Nee, zo. Het geluid. Ja. Woesh. 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 Wat is dat? Dat ziet er strak uit. Meneer, we hebben een goed bedacht. Ja. Woesh. Woesh. Ja. Woesh. Woesh. Ja, met geluid, hè? Ja. Met een stam. Als een vuurpijl. Ja. Ja. Woesh. Ja, precies. Kom op. Harder. Woesh. Wacht. Woesh. Als we het nou eens allemaal tegelijk doen. Ja. Ja, dat is leuk. Goed doen. Iedereen staan. Oké, let op, ik tel af. 3, 2, 1. Fantastisch, jongens, te gek. Ja. Ik zie jullie zo in de les. Meneer. Ik had zien dan. Op logo staat op de kerktoren gespoten, in het puntje hier. Helemaal boven. Een of andere gek is die toren opgeklommen en heeft het logo erop geschoten. Cool, hè? Dat is levensgevaarlijk. Zij, Tom. Meneer, wat kost het? Meneer, ik weet wie het gedaan heeft. Meneer. Weet je wie het gedaan heeft? Ik wil van je
Ben ik nu zo, Anne? Ik hoef toch geen witte blouse aan? Of een speciale groet te doen om erbij te horen? Ik ben gewoon mezelf, Willemijn. Mijn eigen kleren, mijn eigen smaak en mijn eigen ideeën. Maar dan kun je toch nou wel gewoon normaal met me praten? Dan hoeft toch niet van Blokja komt er niet meer in. Blokja hoort er niet meer bij. Blokja wordt niet meer gehoord. Ik wil dat ze zeggen. Ik wil iedereen waarschuwen voor de vleem. Ik stuur het ze op WhatsApp. Ik heb een uitgebreid bericht geschreven. Iedereen moet weten wat er aan het gebeuren is. En iedereen moet weten dat ze moeten oppassen. Oppassen voor de vleem. En wat denk je? Wilde ik het bericht versturen? En masse geblokkeerd. Ze moeten het hebben afgesproken, die vleemmensen. Om Mandy en mij helemaal buiten te sluiten. Blok, wij bestaan niet meer. Oh, ik kan ze wel slaan. Ben ik anders? Dat zij er hetzelfde uitzien, maakt mij dat dan anders? En moet je nou al die figuren die er hetzelfde uitzien wel luisteren? Ze wel serieus nemen? En mij dan niet? Alleen omdat ik mijn eigen mening heb? Ging ik naar Ron? Ron, zeg ik, er gebeurt veel meer dan je weet. Je hebt het niet meer in de hand. Vleem betekent vriendschappen die kapot gaan. Ruzies, agressie, geweld. Mensen worden bedreigd als ze niet meedoen. Ze zijn bang om nee te zeggen. Zegt Ron. Dus je gaat naar het project van Breukers. Verder niks. Blok, je wordt niet gehoord. Word ik niet gehoord? Als je weet dat je gelijk hebt, moet je dan je mond maar houden? Nou, ik zorg wel dat ik gehoord word. Samen met Mandy heb ik een flyer gemaakt. Word wakker, sta bovenaan. We hebben 1000 kopieën gemaakt, oppassen voor de flame. En we hangen ze overal. Gangen, klaslokaal, avond, lerarenkamer. Het is klaar. De flame moet stoppen. Het spel is over en uit. En iedereen zal het weten. Yeah.
Pagina gemaakt, maar ja, ik dacht dat het nep was. Wat een jaloers kreng is het, zeg. Ik denk dat we er trots op moeten zijn. Elke grote groep heeft haters, toch? Geen haters, geen persoonlijkheid. Trots? Ga jij die troep opruimen dan, hè? Slaat het nergens op. Waarom zou iemand hier zijn tijd insteken? Nou, laten we het maar snel weghalen voordat er nog meer mensen zich tegen ons markeren. Ik weet niet wie hierachter zit, maar diegene heeft een groot probleem. Nou, ik heb anders wel enig idee wie hierachter zit, vriend. Wie dan? Nou, misschien die Mandy waar je vorige week nog een relatie mee had. Ik heb nog steeds een relatie met haar, hoor. Pardon? Denk ik. Nou, dan hoop ik voor jou dat het snel over is. Jij verdient niet iemand zoals haar. Je wil niet eens bij de flame horen. Stiekem was ik blij toen ik zag dat jullie ruzie hadden. Ja. Volgens mij kun je die Mandy maar beter kwijt dan rijk zijn. En je hebt echt geen ene bal aan de vijf. Die Mandy heeft altijd al een bitch gevonden, weet je. Wat gaan we hier aan doen? Ja, wat gaan we hier aan doen? Ik zal met haar praten. Maar ik denk niet dat ze dit in de eentje gedaan heeft, hoor. Wat dacht je van die Willemijn, ja, hè? Ja, precies, Willemijn. Die lijkt me ook wel iets voor dit soort stomme plannetjes. Die twee grietjes hebben vast samen een vreemd plannetje zitten smeden. Rondom een heksenketel. Zo. Kijk eens wie we daar hebben. Nog zo'n groepje. Patsers. Wat komen jullie hier doen? Voor de wasberenbontjes moet je toch echt ergens anders zijn. We hebben nog wat af te handelen. Jullie dachten toch niet dat wij ons zomaar laten wegsturen bij zo'n achterlijk feestje? Ik had net zin in een feestje. Komen jullie mijn avond verpesten. Dus nou komen wij van jullie verpesten. Wees verstandig, ga ergens anders ruzie zoeken. Precies. Ja, op de vuilnisbelt van jullie thuis horen met die vuilniszakjes van jullie misschien. Zo. Grote mond voor zo'n klein jochie. Stoer hoor, bedwetertje. Je hebt zeker je roeping gevonden bij deze klootzakken. Pak ze, zeg. Hou dat toch lekker zelf op, joh. Hey! Jezus. Nou weg, mensen. Of we kunnen wel zien wie hier het laatste lacht. Relax, man. Oprotten. Gaan al. Bang! Jezus Christus, achterlijk. Oh. Gast, doe dat pistool eens omlaag. Ben jij er nog gek geworden? Ik loop toch niet met zo'n pistool rond? Dit is niet zo verdreven, hij komt uit een 3D-printer! Ik heb de kogels niet eens geprint, man! Je had de gezichten moeten zien! Nou, die zagen we, Patrick. Ik denk dat ik weet waar een nachtmerrie is gekomen en weet overgaan. Je bent niet goed in je hoofd, joh. We zeiden toch de vijand zal de macht van de flame voelen? Ik laat die over me heen lopen door zo'n stel sukkels. Zeker mijn vrienden niet. Ik denk nou niet dat dit nodig was. Zij heeft voorlopig nu wel van ze verlost. Maar... wil je ons nooit meer zo laten schrikken, man? Van dat pistool. Wel een goed staatswerk, hoor. Ja, we blijven... Hey, maar wat gaan we nou doen met die flyers? Ah, ik zeg vernietigen die shit, man. Inderdaad. Meest waarderen. De anderen houden zich als zijde.
of spreken openlijk hun afkeur uit. Niet naar hem, maar naar mij wel te verstaan. Omdat ik zijn vrouw ben. Was. Ik heb zijn spullen buiten op straat gezet. Na die ene keer dat Patrick bleef eten. En slapen. Ik had die jongen nog zo gezegd dat hij in huis moest gaan. Maar wat bleek de volgende morgen? Hij had de nacht doorgebracht. Op de vlonder van mijn woonboot. Dat was de druppel. Dat Ron glazen wil krijgen moet hij weten. Maar ik wil mijn baan niet kwijt. Je had hem moeten zien. Die Patrick. Hij was totaal doorgedraaid. Allemaal door de flame. Dus door Ron. Ron was de laatste tijd ook aardig veranderd. Hij reageerde agressief. Kortaf. Alleen nog maar bezig met de flame. Hij zag me gewoon niet meer staan. Ik moet stoppen. Ik ben er klaar mee. Weet je? Ik distancieer me gewoon van al dat gedoe. Ik snapte niet dat meneer Jansen zo boos was over het lopen van de flame op de kerk. Zo moeilijk was het niet om daar te komen. Het ging van een leien dakje. Ik was trots. Niemand durft zoiets. Ze keken me allemaal bewonderend aan. Eindelijk kreeg ik het respect wat ik verdiende. Ik wilde naar meneer Jansen toe gaan. Ik wilde hem vertellen dat ik wist wie het gedaan had. Maar hij werd kwaad. Als hij wist wie dit gedaan had, zou je hem of haar moeten aangeven, dat zei hij. Ik ben naar zijn huis gegaan. Om met hem te praten over zijn veiligheid. Die nu in het geding is gekomen, die de bondkraakbende zich steeds agressiever op gaat stellen. Hij wilde er niks van weten. Zijn vriendin, mevrouw de Wit, keek me tijdens het eten wel een beetje raar aan. Ze zei dat ze het liefst had dat ik naar huis ging na het eten. Maar volgens mij vond meneer Jansen prima als ik zou blijven. Het was beter voor zijn veiligheid. Maar toen ik me de volgende ochtend voor zijn deur vond, was hij razend. Hij bracht me meteen naar school. Wat denk je dat er gebeurde? Baf! Verkom. Op de voorruit. Gegooid vanaf het aquapunt. Het was nog goed dat ik in die auto zat. Toen ze dat zagen, durfden ze niet meer. Vanwege mijn wapen natuurlijk. Ik heb nu ook de kogels geprint. Niemand doet mij nog iets. Ik heb het druk. Ik moet een mail schrijven aan meneer Jansen. En mijn ervaring met de flame tot nu toe. En ik mag de bokswedstrijd presenteren. Vanavond aan jullie voor te stellen. Aan mijn linkerhand, de man, klein van stuk, maar groot van daden en slagen, Rico. Rustig maar, want aan mijn rechterhand, de man, wiens naam begint met een yeah. Hij heeft een witte kampioenschap op zijn naam staan. 2x2 is voor overwinning, is hier Jaco. Got ready to rumble. When two tribes go to war, one is
Nee. Klootzak! Veel te serieus. Zij en Willemijn sloegen totaal door in het bestrijden van de flame. Terwijl die juist zoveel voor mij betekende. Eindelijk had ik meer vrienden bij wie ik me echt thuis voelde. Ik begon heel onschuldig. Iedereen deed mee. Maar het werd steeds serieuzer, zeker na mijn vertrek. Mandy steunde me niet. Ze begreep me niet. Ze begreep ons niet. Dus ze stond in de weg, voor mij en de groep. Het was geen spelletje meer, het werd keiharde realiteit. Ik waarschuwde Ron, maar hij wilde niet naar me luisteren.
Hij stuurde me naar een ander project. Mandy bleef maar praten over hoe gevaarlijk het wel niet is om iemand blind te volgen. En over hoe erg de gevolgen wel niet konden zijn. Ik werd buitengesloten. Iemand wilde iets te maken hebben met een buitenstaander. Ik wilde al lachen zeuren, maar niet horen. Willemijn en ik zijn nu nog de enige met een gezond verstand. Daarom zocht ik ook steun bij Manuela. Jacco had alleen maar over de groep. Ja, en voor Manuela. Alles voelde gewoon zo verfijnen bij haar, bij Mandy op dat moment. Jacco was veranderd. Maar dat alles spaart natuurlijk niets goed. We begrepen elkaar niet meer, alsof we in een andere wereld leefden. Ik heb mijn eigen vriendin verraden. Ik zei hem dat hij moest stoppen. Het gebeurde voordat ik het echt door had. Hij sloeg me. De klap opende mijn ogen. Mijn hand ging naar mijn wang. Zo kon het niet langer. Terwijl de tranen in mijn ogen sprongen. Flame, het heeft me veranderd. Niemand die ik niet ben. We keken elkaar nog een laatste keer in de ogen, maar het was al te laat. Morgen ga ik naar meneer Jansen. Dan maken we een einde aan deze onzin. Het is over. Het is over. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely at you. You step politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines of fair and blame, you begin to wonder why you came. I'm not afraid to die.
Jansen. Ik had alles. Geld, iPhone, iPad, maar het boeide me niet. Bij de Flame gaat het niet om wie het succesvolst, de mooiste of de knapste is. Nu ben ik voor het eerst in mijn leven echt gelukkig. Beste meneer Jansen, bij de Flame maakt het niet uit waar je vandaan komt, welk geloof je hebt. De Flame heeft ons allemaal gelijk gemaakt. Bedankt. Beste Flame, ik wil al een hele tijd iets kwijt en ik heb het gevoel dat u de enige bent die mij begrijpt. De leegte die ik altijd voelde, is nu voor altijd gevuld met de Flame. Meneer Jansen heeft mij de zin gegeven om te leven. Beste meneer Jansen, ik wil even iets belangrijks zeggen. De idealen van de Flame hebben mij betekenis in het leven gegeven. Hiervoor was ik alleen. Nu heb ik vrienden en vormen we samen het vuur waarmee we een betere wereld maken. Dit was een willekeurige greep uit de e-mails die jullie mij toegezonden hebben over jullie ervaringen met de Flame. Naar aanleiding hiervan heb ik besloten het project voor te zetten. Yeah! We moeten onze beweging uitbreiden. De crisis waar Nederland in zit, is het gevolg van de globalisering. Het kapitalisme. De banken. Als we niks doen, wordt rijk nog rijker. En arm nog armer. Het onrecht dat de hardwerkende Nederlander wordt aangedaan, moet stoppen. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen die zich nu van ons afkeren, zich bij ons zullen aansluiten. Omdat wij trots zijn op onze beweging. Die begon met 10 man. En nu is gegroeid met 400 trouwe leden. Als we moeten ingrijpen, moeten we nu ingrijpen. Voor het te laat is. De politiek gaat er niet voor zorgen dat de werkloosheid afneemt. Er moet een totale vluchtelingenstop komen. Buitenlanders die zich niet willen aanpassen, moeten over de grens gezet worden. Ja! Ons land, waar onze voorouders zo hard voor hebben gevochten, moet nu voor eens en altijd beschermd worden tegen terrorisme. Ja! Wij zijn eindelijk wakker geworden. En wij gaan ervoor zorgen dat vanaf nu ons ledenaantal zich bij elke nieuwe bijeenkomst zal verdubbelen. Ja! Wij zullen Den Haag de waarheid laten zien. Wij zetten heel Nederland in vuur en vlam. En wie niet met ons is, is tegen ons en wordt in de as gelegd. Ja! Hij denkt dat hij de leider van dit land geworden. Hij is bezig met jullie allemaal de hersens spoelen. Jullie laten het nog gebeuren ook. Je weet niet wat je zegt. De Flame is de oorzaak van het probleem. Zien jullie dat dan niet? De Flame is de enige weg naar verandering. Wij gaan geschiedenis schrijven. Daan, Timo, Sepp, breng de afvalligen naar voren. Je moet je nu uitspreken, Jacco. Doe je mee of niet? Wat zullen we met hem doen? Zeg jij het maar, Daan. Wat doen we met Jacco? Waarom ik? Jij hebt hem hier gebracht. Ja, maar dat moest toch van u?
Precies, ja. En wat zou je nog allemaal meer hebben gedaan als ik je daartoe had opgedragen? Zou je me hebben geschopt? Wat? Geslagen? Gemarteld? Onthoofd? Vergast? Alleen omdat hij zich niet aanpast aan onze regels? Zo gaat dat toch in een dictatuur? Gaat hij een beetje, Jacco? Hebben jullie door wat er gebeurd is? Een paar weken geleden nog maar. Toen we onszelf de vraag stelden of een dictatuur in onze westerse cultuur nog kon ontstaan. Dit is waar we in beland zijn. Jullie hebben je uitverkoren gevoeld. Gedacht dat je superieur was. Beter dan de rest. Mensen buitengesloten die een andere mening hadden. Alles voor de groep. Hoe ver was je gegaan? We zijn nu al te ver gegaan. Ik ben te ver gegaan. Ik was fout bezig. Spijt me. De probleem is over en uit. Wat? Dat kunt u niet maken, wat moeten wij dan? Het project is afgelopen. En dan bestaat onze beweging niet meer. Dat kunt u niet menen. Niet alles aan de flame was slecht. Geen gelijk, we kunnen de fouten die we hebben gemaakt toch rechtzetten? Nee, dat kan niet. Hopelijk is dit een levensles. Het fascisme ligt altijd op de loer. Dat heb je nu ervaren. Wees op je hoede voor dat gevaar. Realiseer je dat je altijd voor je eigen daden verantwoordelijk bent. Je moet je altijd afvragen waar je mee bezig bent. Volg nooit meer blindelings een leider. Maar dat kan zomaar niet. Dat kan wel. Ga naar huis. Er is genoeg om over na te denken. Stop! Niemand gaat naar huis! Patrick. U hebt het voorgelogen met de flame. Doe dat pistool. Dat is mijn leven, doe die kaars eraan, nu! Patrick, rustig. Een echt pistool, hoor! Uit de 3D-printer. Hij doet het, dan moet ik het bewijzen zo! Patrick, laat je bang. We zijn niet bang, hè? We zijn niet bang. Jullie hebben me altijd buiten gesloten. Gepest. Beledigd. Tot het bot. En nu meneer Jansen ook. Patrick. Nu is het mijn beurt. Ik maak jullie allemaal kapot. Patrick, hou rustig adem. Laat je water... Stap met die bike, zit je neer. En dan? Dan ben ik dood. Is dat wat je wil, Patrick? Wil je daarmee verder leven? Dat is het leven voor zin zonder flame. Het leven heeft zin, Patrick. Voor mij niet. Ik wil niet. Kan niet.
you are.